Hi en welkom bij een nieuwe boekenvlog. Vorige week heb ik het gehad over het boek Borealis van Marloes Morshuis. En die is door jullie allemaal bekeken. Superleuk. Ik hoop dat als jullie tips voor mij hebben, dat jullie dat dan doorgeven. Want dan kan ik daar natuurlijk wat mee gaan doen. Deze week wil ik het met jullie hebben over Koning van Katoren van Jan Terlouw. Omdat dit een boek is van de stichting www.geefeenboekcadeau.nl. Dit boek nu voor 2 euro te koop is. Ik hoop dat hij ook nog te koop is in de boekhandel. Want het kan zijn dat hij al is uitverkocht. Maar onthoud, elk jaar heeft Geef een Boekcadeau een boek te koop voor 2 euro. Dat is zodat mensen die niet zoveel geld hebben in onze samenleving ook een boek kunnen kopen. En dat die kinderen ook leuke boeken kunnen lezen. Ik heb hem zelf net uitgelezen en ik vond hem erg leuk. Ik zal even de achterkant voorlezen. Stag droomt ervan om koning van het land Katoren te worden. De oude koning is 17 jaar geleden overleden en er is nog steeds geen opvolger. De 6 ministers die het land tijdelijk besturen geven Stag 7 opdrachten. Als Stag erin slaagt die te vervullen, wordt hij de nieuwe koning van Katoren. Maar zoeken de ministers eigenlijk wel een nieuwe koning? Koning van Katoren behoort tot de klassiekers van de Nederlandse jeugdliteratuur. Het boek verscheen in 1971 en is bekroond met een gouden griffel. In 2012 is het boek ook verfilmd. Maar het is natuurlijk het leuke als je eerst het boek leest. Ik ga even een stukje voorlezen uit het boek. Dit stukje is eigenlijk de eerste opdracht die Stag heeft gekregen. Het is dus ook de eerste stad waar hij heen gaat om een probleem op te lossen. En dat hoofdstuk heet De Vogels van Decibel. Decibel is een stad in het uiterste noordoosten van Katoren. Daar waar de nevelige oceaan begint, ingeleid door een handvol ontoegankelijke, rotsachtige eilanden. Als Stag het station uitkomt en midden in Decibel staat, voelt hij zich ineens erg alleen. De stad ziet hem niet, de mensen reppen zich haastig voort, zwijgend, zelfs als ze met z'n tweeën lopen. Auto's snorren door vreemde straten met vreemde namen. Stag kent alleen Wis. Nooit eerder is hij buiten die stad geweest. Het valt hem op dat alle mensen mutsen en andere hoofddeksels dragen. Vreemd, zo koud is het niet. De mutsen en de hoeden van de dames zijn sierlijk, passend bij hun mantels. De mannen hebben dunne grijze mutsen op, die allemaal op elkaar lijken. In de trein heeft Stag bedacht dat hij naar de burgemeester zal gaan. Die zal hem zeker kunnen inlichten over de vogels en wat er nu eigenlijk met hen aan de hand is. Hij schiet de voorbijganger aan om te vragen waar het gemeentehuis is. Meneer, kunt u me zeggen... De man loopt door, schijnt hem niet eens te horen. Heren, kunt u me zeggen... Mevrouw, weet u... Niemand reageert. Verstaan de mensen hem niet? Hij geeft het op. Loopt op goed geluk de drukste weg af. Die zal wel naar het centrum van de stad gaan, voor zover hij daar al niet is, bij het station. Als hij daar zo loopt, met het kille gevoel een vreemdeling te zijn, gebeurt er iets onverwachts. Een huisdeur vliegt open en naar buiten stormt een vrouw. Ze heeft een schort voor, alsof ze zo uit de keuken komt, maar toch heeft ze een eenvoudig kapje op dat tot over haar oren reikt. Ze rent op Stag toe en roept, kom mee, kom mee! En probeert hem aan zijn arm het huis in te trekken. Verbaasd laat hij zich meevoeren. Wat bezielt dat mens? Als hij in de gang is, slaat ze met een zucht van verlichting de deur dicht. Onverantwoordelijk, hè? Zegt ze. Hoe kon je dat nu doen? Wat doen? Vraagt Stag verbaasd. Kom maar even in de kamer. Ze gaan naar binnen. Op de grond zit een jongetje met blokken te spelen. Een knulletje van een jaar of 4, 5. Hij kijkt niet op als ze binnenkomen. Hallo, zegt Stag. Het kind reageert niet. Hallo, zegt Stag nog eens, krachtiger nu. Dus de jongen schijnt niets te merken. Laat maar, zegt de vrouw, hij zou je niet horen, al had je de hele plaatselijke harmonie meegebracht. Ach, zegt Stag, wat zielig, is hij doof? Eenmaal is hij me ontsnapt, zegt de vrouw bitter. Eenmaal is hij de tuin ingelopen zonder zijn oorklepjes. En toen kwamen ze natuurlijk net. Een week lang waren ze niet geweest en toen kwamen ze. Wie, de vogels? Vraagt Stag, die er langzamerhand iets van begint te begrijpen. Natuurlijk de vogels, ben je niet van hier? Nou begrijp ik waarom je zonder oorkleppen op straat liep. Ik schrok me dood toen ik uit het raam keek. Als ze waren gekomen was je nu net zo doof als mijn Harko.
In Vogels van Decibel gaat Stachus problemen oplossen. En zo moet hij 7 problemen oplossen in Katoren. En uiteindelijk kan hij dan, als het hem lukt, koning van Katoren worden. Ik vond het dus een heel leuk boek. Ik moet zeggen dat ik er ook echt wel snel doorheen was. Dat kwam omdat het ook wel spannend is en je wilt weten of het hem uiteindelijk lukt. Er zit ook wel een beetje liefde in. Ik hoop dat jullie hem allemaal gaan lezen. Ik hoop dat jullie hem nog kunnen krijgen. Wellicht is hij nog bij de Bieb te huur. Of kun je hem van school meenemen als je je huiswerk gaat halen. Ik zou graag van jullie willen weten. Wat zou jij doen als je koning van Katoren mocht worden? Zou je alle opdrachten gaan vervullen? Welk van de 7 steden spreekt jou het meest aan? Wat zou jij voor regels instellen als koning? En wat zou je doen met de ministers als je dan koning van Katoren zou zijn? Of misschien weet jij wel een ander land waar je graag koning van zou willen worden. Nou, ik zou het graag van jullie willen weten. Ik ben erg benieuwd. Daarnaast ben ik ook heel erg benieuwd hoe jullie lezen. Dus ik zou het heel leuk vinden als jullie wat foto's op zouden sturen van dat je aan het lezen bent. Wie weet op een gekke plek, lekker op bed, op de bank, aan tafel. Welk boek ben je nu aan het lezen? En dan de laatste vraag die ik aan jullie heb is: welke boeken zouden jullie graag willen dat ik laat zien? Ik kan natuurlijk niet aan alle boeken komen, maar ik ben wel erg benieuwd of jullie aanraders hebben. Dat je zegt: juf, die moet je echt gelezen hebben. Dan kan ik namelijk ook weer eventjes een tijdje voort. Ik moet namelijk nog wel een paar boeken gaan lezen. Tevens is afgelopen week de Wouter. Tevens is afgelopen week de Woutertje Pieterse Prijs 2020 uitgereikt aan het beste kinderboek. En dat is geworden Uit elkaar van Bette Westra en Sylvia Weven. En dat boek gaat over gescheiden ouders. Ik wilde die eigenlijk deze week gaan behandelen met jullie. Maar helaas kon ik hem nergens krijgen. En als ik hem op internet bestelde, dan zou dat heel lang duren. Dus daar had ik nu geen tijd voor. Vandaar dat ik Koning van Katoren heb gekozen. In plaats van Uit elkaar. Ik ben wel heel erg benieuwd naar Uit elkaar. Dus als een van jullie die heeft gelezen, dan hoor ik graag of het zo'n mooi boek is. Om nog even terug te komen op het boek van vorige week, Borealis, is erg spannend. Ik heb het nog niet helemaal uit, maar ik zit er helemaal in. Het gaat natuurlijk over Joppe en ik zei vorige week al dat ik heel erg benieuwd was hoe het dan verder zou gaan. Nou, het is echt best wel spannend. En ik hoop dat jullie hem ook allemaal gaan lezen. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie foto's, antwoorden op mijn vragen en naar de boekentips van jullie. Dan hoop ik dat jullie allemaal volgende week weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik heb deze vlog ietsje korter gehouden dan vorige keer. Ik merkte dat het vorige keer een beetje lang duurde. Veel plezier met lezen, allemaal. Ik zie jullie volgende week weer. Doei!